Nou ja, de bedoeling was altijd dat we op termijn zouden komen dat de eurozone ook de EU is. En, die en dat is dus eigenlijk op de achtergrond geraakt. Ik zou ervoor pleiten, als ik nu iets mag zeggen daarover, om toch die ambitie weer te herstellen. Dat kan natuurlijk niet op één dag, maar het einddoel moet zijn: een euro. Dan gaan we dus terug naar 1992. Toen hadden we in Europa bereikt dat er een interne markt kwam. En het tweede doel was om te komen tot de ene munt. En eerlijk gezegd lag daarachter weer de gedachte: als we dat helemaal bereikt hebben, kunnen we gaan denken over één uniform. Dus de militaire kant van samenwerking. Maar het gaat nu om die ene munt. Dat was toen de idee. Dat heeft ook heel goed gewerkt in de negentiger jaren van de vorige eeuw. De convergentiecriteria leidden tot discipline, anders kon je niet meedoen. Dat werkte goed. En in fases van besluitvorming hebben we dan aan het eind van die vorige eeuw die euro. Dan krijgen we een tweede ronde. Dan is eigenlijk dat mislukt het plan wat er was in het begin negentiger jaren, 92 tot 94, om te komen tot een. Sterke voorzitter. Jacques Delors was een hele goede voorzitter. Maar ook hij dacht, daarna moet iemand komen als González of, of als Lubbers. die de zaak gestalte gaat geven. Politieke unie. Het lukte niet. Toen kwam dus Jacques Santerre. en dat, toen begon eigenlijk een beetje het moeilijker te worden. Het werkte niet echt meer. Bovendien was er toen de doorwerking van het eind van de Koude Oorlog. Het was heel goed dat de, Um, Europese landen in Midden-Europa, die onderdrukt waren geweest door de Sovjet-Unie, dat die mee konden gaan doen. Maar er kwam ook een idee van: we moeten verder richting Oosten, richting Moskou, zal ik maar zeggen. En dan krijg je die dwaze dingen als lidmaatschappen van Georgië en lidmaatschappen van de, de Oekraïne. Dat ging dan wel over NATO, maar dat, dat zat niet goed. Dus we, we, we hebben ons geen grenzen gesteld aan de uitbreiding. Op zich, de keus voor de uitbreiding, heeft ernstig geschaad de, de uitwerking van de keus voor de ene munt. Dus je begon eigenlijk te zien dat die uitbreidingsinspanningen met steeds meer landen ook in mindering kwamen op de integratie en op de munt. En dan krijg je die tragische situatie in het begin van deze eeuw: dat de twee landen die ermee begonnen zijn, Frankrijk en Duitsland. ...dat die zelf een beetje gaan rommelen met convergentiecriteria. En die geven een signaal dat het toch... ...ja, dat hoeft allemaal niet zo. En dat is dus ook heel slecht geweest. Dus dan zie je langzamerhand die discipline. En zo zitten we dus nu in de situatie waar we vandaag in zitten. We hebben nu het verdrag van Lissabon... ...met een president, Herman van Rompuy. Dus het is anders gegaan dan we toen dachten. Maar dat is nu in ieder geval het model. Ja, die man moet eigenlijk de macht, de autoriteit hebben. En de wil... Om die richting heen te gaan. Dus een behoorlijke discipline. Dat moet hij doen, uiteraard. Met de Europese Centrale Bank, daar wel wezen, dat is niet slecht gegaan. Het heeft ook een zekere naam en faam. Ik vind dat Trichet ook niet slecht gedaan heeft. Maar voortdurend is alles beheerst door het idee: wil niet te veel. Dat is de autonomie van de landen. En politieke unie is nu eenmaal dat je met elkaar de politieke wil hebt om dit te doen. Dus dat is de volgende stap. De Europese Unie zit midden in een zware financiële crisis. Hoe vindt u dat ze het gedaan hebben? Die hebben het bestens gedaan, al die landen ook hier in Nederland. Maar het is natuurlijk verdrietig dat we zien Obama, Amerika heeft duidelijke opvattingen, ook nieuwe wetten. We hebben China, heeft duidelijke opvattingen. Die wil ook bijvoorbeeld de special drawing rights bevorderen. Europa, ja, dat is een lappendeken van opvattingen en dingen. Het is dus echt nodig dat Van Rompuy, de president. Met Trichet of zijn opvolger duidelijk leiding geeft en met één gezicht spreekt.